Roadtrip. Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van autofans, waarbij we voor de laatste keer een afrit gaan nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en naast mij zit met een gele veiligheidsgordel aan Yves Wouters. Hallo, hallo. Ik was even afgeleid door een andere gele veiligheidsgordel, maar goed. Wim, hoezo de allerlaatste roadtrip? Wat gebeurt er? Wel, roadtrip wordt binnenkort omgedoopt tot roadkill, want het projectje wordt begraven samen met mij. Het is een echte vikingsbegrafenis. Een viking burial, inderdaad. Ja. Ik heb speciaal mijn rosse baard nog een beetje langer laten groeien voor de viking burial. Maar ik ben op een kruispunt in mijn leven gekomen waarbij ik een andere weg ga inslagen om nog even in de terminologie te blijven. Ja, en om het dan simpeler, platvloers eruit te leggen. Ik heb ontslag genomen. Je gaat een andere job doen. Ik heb een andere job. Inderdaad. Hij heeft een andere job. Ik heb een andere job. Ja. Wim verlaat het schip, voilà. De autofans. Dus. Niet het zinkend schip, voor alle duidelijkheid. Ja, nee. Nee, dat is waar. Ja, het is ook op goede voet. Ja, absoluut. Het is volledig amicaal. Ik ben heel blij dat jullie het ook heel positief hebben opgenomen. Dat is precies of jullie hebben een fles champagne ontkurkt. Maar, flessen champagne, maar nee, dat is waar. Maar het komt er eigenlijk op neer dat jij ooit hebt gezegd, kinderen verandert alles. Mm-hmm. Kinderen krijgen verandert alles, want anders klopt het grammaticaal niet. Nee. En dat is ook effectief wat er gebeurd is. Ik ben begin 22 vader geworden en dan ben ik beginnen nadenken. Ja. Volgend jaar word ik 40, je zou het niet zeggen, ik weet het. Ja, door het vaderschap zou het wel beginnen zeggen, stel ik eens aan, inderdaad. Yep. Maar ik ben echt beginnen nadenken, omdat het vaderschap veel heeft gevraagd van mijn nachtrust vooral. Het is een schat van een kind, dat wil ik ook even zeggen. Maar ja, we hebben er allebei bewust voor gekozen om heel nabij bij de opvoeding betrokken te zijn. Ik heb ook 4/5 gewerkt tot begin deze maand. En ja, het is een beetje een afweging beginnen worden in de vraag van, zie ik mezelf dit nog doen, wetende wat ik nu weet en met alle factoren in acht nemende die er nu in acht genomen moeten worden. Want de peuter, want ondertussen is het een peuter, gaat in september volgend jaar ook naar school. De job van autojournalist is een job die ook heel veel presentaties en reizen omvat, die bij mij eigenlijk al sinds corona op een laag pitje staan. Maar dat zijn zo allemaal afwegingen beginnen worden. Van ja, als ik die dingen niet meer kan doen, hoe leuk vind ik het dan nog? En in het algemeen, wat zijn zo wat, ja, de toekomstperspectieven binnen de job in het algemeen? Niet zozeer binnen autofans, maar zie ik mezelf dit nog doen? Ja, en zo ja, voor hoe lang nog? Ja. En dat is een vraagstuk geworden waar ik heel veel slaap over heb gelaten. Waar nog ik sowieso, meer slaap? Ja, nog meer slaap, nou, inderdaad. Wim, stop met die slaap te laten. Meer slaap. Want ja, dat is een job die ik van mijn 16, 17 jaar altijd heb willen doen. Ja, eigenlijk geeft een droomjob op, hè? Dat toch heel veel mensen. Ja, absoluut. En eigenlijk dat is een niet hele loempe-foempe, maar... Hè? Ze hebben mij 7 jaar geleden gezegd, je bent lomp om een job bij de overheid op te geven voor een job in de media. Ja. En nu voelt het omgekeerde. Ja. Voilà, nu ga ik het omgekeerde. Nee, je voelt het niet, maar nu zeggen mensen het omgekeerde, dat is waar. Voilà. Dus het leek mij dan ook enkel maar eerlijk of gepast om roadtrip, een finale roadtrip op te nemen. Een finale roadtrip op de E313. Roadtrip, dan ook samen met jou te begraven, zodat ik in een half uur ga putgegraven erin. Omdat ik ook vind dat het altijd jouw project geweest is binnen Autofans. Ja. Dus ik zou het oneerlijk vinden dat iemand anders dat verder neemt. Er komt nog wel een ander podcast, reeks met een nieuwe naam. Ja. Geen paniek. Een beetje een andere invulling. En niet alleen dat, maar ook Amai, het is een zware dag. Nee, ook jij gaat de podcast duidelijk niet doen. Ik ga de podcast duidelijk niet doen. Nee, het leek me ook maar meer dan gepast om dat te doen in een Polestar. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar is dat exact de reden? Enerzijds kwam dat planninggewijs redelijk goed uit. Nee, je moet dat cooler laten klinken. Maar anderzijds is het ook wel zo, Polestar is een merk dat ik in die 7 jaar carrière heb zien ontstaan en heb zien evolueren naar eigenlijk een redelijk prominente aanwezigheid, vooral op de bedrijfswagenmarkt natuurlijk. Maar ik vind het wel cool om te zien van, vroeger was dat een tuner van Volvo V60's die dan in Smurfenblauw werden gespoten.
Nu is dat een semi-zelfstandig merk van elektrische auto's en je ziet het overal. En je bent een beetje een Zweedse boy. En ik heb een voorliefde voor Zweden, dat is, is ook dus niet we hebben de laatste aflevering van Roadtrip in een Polestar, omdat je heel Zweeds gezin bent en ik snap niet waarom. En je komt er net van. Oh, afschuwelijk. Ja, volop blijkbaar. En het lijkt mij maar meer dan gepast om het dan te hebben over... Ik wil niet zeggen jouw carrière in een autojournalistiek, want dat klinkt zo beladen. Also, ja, nee, en dat klinkt ook vooral alsof ik 20, 25 jaar achter mij... Maar ik wil het vooral hebben over de roddels en al de hoogtepunten en de laagtepunten van de autojournalistiek. Dus laten we misschien daar ook gewoon meteen mee beginnen. Met de sappige roddels. Nee, ik dacht, wat is nu voor jou het allermooiste moment in een autojournalistiek geweest? Dat is een heel goede vraag en ik ben totaal niet voorbereid. Nee, maar gewoon vanuit het hart. Maar wat is zoiets dat je altijd bijgebleven is? Er zijn zo wel een paar dingen bijgebleven. Namelijk, het eerste waar ik altijd aan denk, is het feit dat de job eigenlijk toffer is dan dat het op voorhand bleek. Omdat toen ik destijds de sprong professioneel waagde, was dat bij Vroom, dat was niet bij Autofans. En daar was het idee vooral van, kijk, ik kan voltijds over auto's beginnen schrijven, ik kan regelmatig nieuwe auto's testen en daar mijn mening over geven. Wat een afzichtelijk gedrocht is met dit hier trouwens. Ja, speciaal. Mensen gaan het subiet in de achteruitkijkspiegel zien. Ik geloof nooit dat dat een VR6 is, maar is wat. Maar eigenlijk bleek het veel meer in te houden dan het op voorhand bleek, want het leek een bureaujob, maar af en toe is regelmatig met een auto te gaan rijden. Maar ja, ik heb ook van alles van de wereld gezien, dankzij automerken. En dat ga ik wel missen. En dat heb ik de afgelopen jaren deels wel en deels niet gemist. Mm-hmm. Maar ja, het is een voorrecht, hè, om die nieuwe dingen overal ter wereld te mogen gaan rijden. En dat wist ik op voorhand niet, dat erbij kwam kijken. Of er zo vaak bij kwam kijken. En we moeten er niet flauw over doen, dat is heel plezant. Dat is heel intensief, want dat hebben jij en ik wel heel vaak ondervonden. Mm-hmm. Maar dat is ook wel heel plezant. Als je dat niet te vaak doet, met name niet twee keer per week gaat doen, dan is dat heel plezant. Ja, ja, je moet daar een beetje een balans in vinden, ja, natuurlijk. Absoluut. Want je kunt er ook helemaal in verloren lopen. En zeker en vast. Als je het soort persoon bent, zeker zoals mezelf, want ik ga niet nu aan praten, die op alles ja wilt zeggen, dan merk je wel vrij snel van, maar je kunt niet op alles ja zeggen. Het is gewoon te veel. En nee, voilà. Dat is eigenlijk een luxe probleem, want dat wil zeggen dat er... En dat klinkt op een rare manier dat er te veel werk is, maar in onze sector klinkt dat voor mij niet als een straf. Nee, voilà. Want dat is van, oh nee, ik moet deze week, kan ik met een 911 gaan rijden, maar ook met een nieuwe Dacia Duster en dus een nieuwe Berlingo met 7 zitplaatsen. En, voilà. En dat is werk. Ja. Maar dat is een heel ander concept. Ja. Ja. Zoals de meeste mensen meer werk ervaren. Van, ah, oh, ik moet 17 airco units plaatsen deze week. Ja, en voilà. En ik moet mijn administratie nog doen. Ja. En, voilà, het is inderdaad. En dat is een beetje de luxe ook, maar tegelijk een valkuil van de lijn tussen werk en hobby of passie is heel dun. En het is gevaarlijk om je daarin te vergaloperen. Dat heb ik ook in die 7 jaar geleerd. En ik ben ene keer bijna in de valkuil getrapt ook, maar gelukkig op tijd op de rem kunnen gaan staan. Dat was ook in die periode van Vroom, toen mijn collega, ik ga hem hier bij naam en toenaam noemen, François Piet, dikke shout-out, waanzinnige topkerel. Toen die andere orden is gaan opzoeken, bleef de redactie van Vroom uit mezelf bestaan, met een team van trouwe freelancers. Maar ik had toen heel hard het gevoel van, ik moet mij hier ook bewijzen, want ik deed het dan nog niet zo heel lang. Nee. En daarin heb ik mij heel hard vergaloppeerd door heel veel aan te nemen en heel veel werk op mij te nemen. Ja. En dat is een beetje ook de valkuil van deze job. Ja. Ik denk dat wij onze collega Joram, shout-out naar Joram ook, dat wij die daar heel hard ook voor proberen te behoeden. Maar ja, dat is denk ik ook voor iedereen die van zijn hobby of zijn passie zijn beroep heeft kunnen maken. Ja, ja, nee, dat is waar. Op tijd nee zeggen, op tijd stoppen met werken. Ja, dat is een dunne lijn. Ja, okay. Absoluut. Polestar Intermezzo. Yes. Met wat rijden we momenteel, Wim? We rijden met de Polestar 2 Long Range Dual Motor of Dual Motor Long Range. Ik weet eerlijk gezegd niet wat er is. Is het niet gewoon Dual Motor? Want is er ook een Short Range Dual? Ja, nee. Het is een long range single motor en een long range dual motor. Ja, en dus dit is de long range dual motor. Met het performance pack. Met want performance ik zie pack, van die, van die dat klopt. Gele accentjes. Veiligheidsgordels en
En ik weet dat je fans bent van Polestar, dus jij mocht ze verdedigen. Ik vind hem heel hard. Ik ben een kritische minnaar van Polestar, zo zeg ik het liever. Want okay. Ik heb net ook tegen mijn schoonbroer gezegd, die binnenkort in de markt is voor een elektrische auto. Ik zou het niet doen. En het doet mij een beetje pijn om dat te zeggen. Ja. Want ik zie ze heel graag, Polestar. Ik vind het ook oprecht een hele mooie auto. Mm-hmm. Maar ik vind het niet een beste elektrische auto. En dat is een beetje het zeer van de Polestar 2 en het zeer van de Volvo XC40 en C40. En dat is, en we hebben dat al vaak benoemd, dat is dat platform, hè. Dat is dat CMA-platform. En dat is niet specifiek EV. Nee. Dat is ook gemaakt voor verbrandingsmotoren, dus die batterijintegratie is niet optimaal, dat gewicht is niet optimaal en dat maakt dat het een zware auto is en dat hem dus veel verbruikt voor een EV. En ik vind hem hard. Want ja, maar dat is dat performance pakket en daar moet je gillend van weglopen. Eigenlijk wel, want... Dat heeft geen enkel nut voor een zware auto. Ik denk dat ik op AliExpress wel zelf van die gele gordels kunt halen. En van die gouden tjoepjes voor uw velgen. Ja, ik dacht even dat we naar de rare kant op gingen. Maar ja, gouden tjoepjes voor de velgen. Ja. Nee, dat is waar. Ventieldopjes heet ventieldopjes. Dat, Wim, trouwens. Ja. Maar goed, ik weet dat je uit de sector tjoepjes. Nu gaat, maar... Voilà. Ja, gouden tjoepjes. Ik mag volop mijn Antwerps accent nu de vrije loop laten. Ja, ik noem dat tjoepjes wanneer je... Of tjoepapjes. Tot is zot. Voilà. Nee, oké, dus we zijn met die auto onderweg. Ja. Terug naar u, Wim. Voilà. Ja, we gaan pingpongen, man. Dat is een energie, hè. Het is dat. Kunnen we wakker houden, hè. Nee, highlights. Nee, nog highlights? Nee, ik wil geen highlights meer. Nee, alright. Weet jij nog de allereerste persreis waarop we elkaar ontmoet hebben? Ja, absoluut. Is dat echt? Want ik weet dat niet meer. Dat is zelfs nog voor Vroom. Ja. Toen was ik nog in mijn vrije tijd blogger, zoals dat toen heel negatief heette bij de collega's, voor Driver. Ja. En dan zijn wij samen op roadtrip naar Engeland gegaan in de Mini. Was dat de allereerste keer? Was voor het mini-event. Ja, de mini-bijeenkomst in Kent was dat zeker. Maar dat was voor een bepaald getal, hè, denk ik. Ja, dat kan goed zijn. Maar ik weet het vooral omdat ik de mannen van de autofans nog niet zo heel goed kende. En dat ik dacht dat jij de Jannik waart. Ah, tot het moment dat ik aan uw deur stond. En dacht van, oh nee, dat is een andere. Is dat onze eerste? Wij zijn meteen op roadtrip gegaan naar Engeland. Ja. Ja, dat moet wel inderdaad zijn. Ja. Oh, maar dat is lang geleden. Toen woonde jij zelfs nog in Duffel. Jij mocht een shout-out naar Duffel doen? Ik alleen maar shout-outs naar Duffel. Eén, ik woonde nog bij mijn ouders. Twee, ik ging nog naar school. Ah, is dat waar? Ja, want ik weet dat ik toen nog daar ter plaatse een reportage gedraaid heb. Ik zat toen in de opleiding journalistiek. Mm-hmm. Dat ik toen een reportage gedraaid had, omdat ik eigenlijk de rest van het jaar nooit op school was. Ja. En dus een hoop achterstand had of lessen niet gevolgd. Omdat ik altijd mijn autofans weg was. Ah, ja. En ik ben de Thomas More Hogeschool, shout-out naar Thomas More, daar eeuwig dankbaar voor. De docenten alleszins. Erik, of weet je het meer? Erik. Van de camionetten? Ja, Erik van de camionetten. Ja, dat is mooi. Super lieve. Ik heb die ene keer ontmoet, super lieve mensen. Nee, shout-out naar iedereen daar, voilà. Omdat zij ook zoiets hadden van, die jongen is hier eigenlijk nooit. Maar hij is wel ervaring aan het opdoen. Ja, dan is continu al weg om journalistieke, dus eigenlijk kijk, ervaring op te doen. Dus kunnen we daar alleen kwaad op zijn? Ja. Je hebt mij heel veel, hoe noemen ze dat, ruimte, vrijheid krediet, gegeven om toch bepaalde dingen in te vullen die in een normaal schoolsysteem niet zouden kunnen. Ik ben bijvoorbeeld ook voor Duits doorgelaten, omdat die ook zoiets hadden van, wat moeten wij nu diploma tegenhouden omdat jij je Duits aan het slabakken bent, omdat je continu weg bent. Dus we laten hakken over het sloot. Dus het is met haren af, maar het is niet goed. Ik wou net zeggen, uw Duits is al schrikkelijk, hè? Ja, schrikkelijk. Voilà, dat is... Ik moet het weten, want ik heb wel een diploma ik Duits, maar zeggen, ik moet al die graven in mijn geheugen. Oké, dat is onze allereerste... Terug over mij. ...trip. Ja, terug over jou. Ja, het is helemaal voor jou, de spotlight. Oké. Okay. Wat is de meest memorabele reis die wij ooit samen hebben gedaan? Want dat is dat mensen misschien niet helemaal weten. Nee, dat is waar. In de tijd dat wij elkaar ontmoet hebben, dit klinkt zo heel relationeel, hè. Het is ook soms relationeel geweest. Allee, professioneel relationeel, zaten maar wij alle twee op een moment in ons leven dat wij heel hard konden gaan. Dus we waren heel vaak weg gewoon naar buitenlandse presentaties, zeker toen jij bij Vroom gestart was. Dus wij zagen elkaar gewoon pokkenveel, soms twee keer per week zelfs, om auto's te gaan rijden. En het was ook op een moment dat... En hoe zeg ik het in lieve woorden, dat de meeste journalisten die meegingen eerder ook bij de Okra een abonnement zouden hebben. Ja. En wij waren een beetje de jonge veulens. Voilà. En toevallig ook de jonge veulens die niet meer in een of ander blogachtig ding, maar ook in een iets serieuzer ding, in ieder geval Vroom, dat heel serieus was.
in mijn geval autofans, dat toen up and coming was, mm-hmm. als ik het zelf zo mag zeggen met een dikke nek. Nee, maar ik denk dat dat wel klopt, die terzijde. En dan hadden we elkaar gewoon gevonden, want ja, ja, om zo met een hoop 80-jarigen, en ik weet dat dat heel cru en plat simpel gezegd is, maar jonge mensen, dat is toch logisch, hè? Voilà. Dus wij gingen gewoon extreem veel weg. Ja. Dus wat is jouw mooiste moment? Wel, ik denk dat er twee zijn. Ja? De eerste is het verhaal dat jij altijd vertelt, het zwembroekverhaal. dat gaat voor de mensen totaal niet tof zijn, maar ik vind dat gewoon op zich wel een tof verhaal. Ja. Het tweede ben ik nu al even, ik was er trouwens aan het denken, het is mij even aan het ontglippen, dus ik ga het zwembroekverhaal maar vertellen. Het voordeel van die presentaties, en dat is misschien ook een van de redenen waarom dat ik het ga missen, is omdat je komt wel in chique hotels dan, mm-hmm. het automerken hebben of hadden, of hebben nog altijd wel een beetje budget. Ja. Waardoor dat de presentaties, ja, je wordt in de watten gelegd, hè. We moeten er niet flauw over doen. Nee. Ze proberen nu zo gunstig mogelijk te stemmen om een zo gunstig mogelijk oordeel te vellen. Hoe slechter de wagen, hoe schoner het hotel. En hoe groter. Ja, voilà. Ja. En ik weet, was het de Stinger of de Mustang? Het was de Stinger. De Stinger. Het hotel was hetzelfde. Ja. In Mallorca, een van de twee hotels die daar zijn. Inderdaad. En ja, ik had geen zwembroek bij, daar kwam het op neer. Ik had de rookie mistake gemaakt om geen zwembroek mee te pakken op presentatie voor in het zwembadhotel. Dus wij zijn een zwembroek gaan kopen. Wij zijn samen aan de kust. In een mega toeristenshopje zijn we een zwembroek gaan kopen. Voor Wim. Ja, dat is wel zeg, geweldig. In de Kia Stinger, waar ik in de Kia Stinger een koop voederen over had eigenlijk. Ik vind dat ook nog altijd een waanzinnige onderschatten auto. Want als we het daar toch over hebben, is dit een beetje een elektrische Kia Stinger, Wim, de Polestar 2? De Kia Stinger is dynamischer. Ik zeg het niet graag, maar de Kia Stinger is dynamischer. Want ik weet dat ze dit heel graag profileren als een dynamische auto, maar daarvoor weegt hij te veel. Ja. En de Kia Stinger is de meest misminde auto van de voorbije 10 jaar, dat bewijst dat een merk of de badge heel veel impact kan hebben op de perceptie van mensen. Ja, absoluut. Maar goed. En tweede verhaal? Ah, wel, ik dacht spontaan aan twee en ik ben een tweede grandioos vergeten. Ik moet even denken. Dat we het samen hebben meegemaakt. Ja, dus het moet sowieso in mijn vroomperiode geweest zijn, alsof ik met autofans nooit toffe dingen heb gedaan. Maar ik ben eigenlijk nog maar één keer op presentatie geweest met autofans en daarna was het corona. Ja. Dus zo simpel was dat. Ik ben even aan het graven, wat hebben wij nog zo samen gedaan? Dat echt memorabel is, dat kan ik nu niet direct. Die wij samen hebben gedaan, memorabele dingen. Ja, ik had er twee. Maar, ja, ik vind het schandalig, want ik... Oh, doe me toch. Ja, dan moeten mij even schuldig blijven. Als ik het toch herinner, zal ik het out in de comments zetten. Ja. Maar dingen die ik nog memorabel vond, om terug in het Polestar-thema te blijven. Ja. Ik heb het merk Polestar onthuld zien worden. Dat was niet samen met u. Nee, dat is waar. Dat was heel intrigerend, omdat het effectief dus ook voor mijn neus ontstaan is. Mm-hmm. Allee, dat klinkt heel decadent. Als een hoop onkruid plots verscheen. Alsof Thomas Ingenlaat zei, weet je wat Wim? We gaan Polestar beginnen als een zelfstandig merk. Maar dat is niet waar, voor alle duidelijkheid. Je hebt gelijk, Wim. We gaan dat doen. Dat is wel een goed idee. Dat is een Duitser. Dat is wel een goed idee. Dat mag niet meer. Voilà. Maar dus, het grote nadeel was, dat was effectief in China. En ik dacht toen, in een vlaag van semi-jeugdige onbezonnenheid, natuurlijk, ik ga mee naar China voor de onthulling van het merk Polestar. Wij hebben toen, ik denk, 24 uur gereisd om nog geen 20 uur ter plekke te zijn. En vooral om nog geen rechtstreeks verslag te kunnen uitbrengen. Want als je een Facebook Live wilt doen of iets op Instagram wilt zetten in China, dat gaat niet. Dat gaat niet, hè? Dat wordt daar allemaal geblokkeerd. En je had toen trouwens een burner phone meegenomen of toch je eigen materiaal? Ja, toch mijn eigen materiaal. Oeh, dat vind ik sindsdien is eigenlijk China al oké. Ik heb sindsdien wel een nieuwe telefoon. Ah ja, oké, dat is al opgelost. Voilà. Maar dus dat was eigenlijk heel veel tijdverlies, cru gezegd. En dat is zonde, hè, want aan de andere kant intrigeert Polestar mij daardoor, omdat ik het merk helemaal heb zien evolueren. Hè. De Polestar 1 voorgesteld. Ja, dat was mijn laatste internationale presentatie op de Polestar 1. Dat was de eerste voor autofans en meteen de laatste die dat ik heb gedaan. Mm-hmm. Dus de Polestar 1 heb ik zien voorgesteld worden. Heb ik een paar keer zien rijden ook. Dus er zijn mensen die effectief zo zot zijn geweest om dat te betalen. Mm-hmm. De Polestar 2 heb ik voorgesteld zien worden en zien evolueren naar het faceliftmodel dat het nu is. En de Polestar 3 ga je nooit ontdekken. Nee, dat is het jammer. Dat is de bloed met de bel. Ja, de eerste volledige elektrische Polestar. Eigenlijk wel, hè. Ja.
Die je moet mij maar weten te zeggen hoe hij is, ten eerste volledig elektrisch. Nee, ik ga dat expres niet doen voor jou. Ja. Mijn verdiende loon. Ja, maar ik heb ook mensen van Polestar leren kennen, zoals Koen Sonck. Shout-out naar Koen Sonck, 2 keer in de podcast geweest. Yep. Die ook geen blad voor de mond neemt soms. En ik vind dat heerlijk om zo'n mensen tegen te komen. En ik ga dat altijd tof blijven vinden, dat je zo'n mensen kunt tegenkomen in een automobiel. Ja, dat is wat dat wou ik je ook vragen, want het is zo'n beetje de Wim en Yves show. Van wanneer hebben wij de eerste keer gekust? Hè? Wanneer... Maar er zijn veel andere mensen die we uiteindelijk hebben kunnen ontmoeten. Zeker. Hè? Ah, dat was de tweede presentatie. Dat was eigenlijk een beetje de grondlegging voor dit format van Roadtrip. Ja. Ah, ik zit op het verkeerde rijvak. Sorry, ja, Citroën Cactus. Je zit ook op het verkeerde rijvak in uw leven. Vallen die nu ook op het verkeerde rijvak. Dus, ja. De Porsche-presentatie. Dus de inderdaad. Ah, ja. Wij hebben toen eens bij wijze van proefproject, we noemden het toen Lullen op Pestreis. Absoluut. Hebben wij dat eens opgenomen. Je hebt er een heel toffe edit van gemaakt met het idee, we moeten daar meer mee doen. Mm-hmm. Ik wou eigenlijk naar Lier. We zitten in Herentals. Dat doe je goed. Ik ga misschien gewoon de navigatiekaart voor mijn eigen best wel opzetten. Dus dat is waar, we hebben dat toen een proefprojectje gedraaid. Voilà. En ik ben nog altijd heel gecharmeerd door het eindresultaat van dat proefprojectje. Ik kijk heel af en toe daar nog eens terug naar. Omdat is dat echt? Ja, ik vond dat heel tof. We hebben daar heel lang niks meer mee gedaan. Ja. En we hebben dan uiteindelijk dit gedaan. Ja, kijk, daar rijden we heren. Een U-turn, jongen. Pakket. Ja, zitten we Polestar dingen aan. Kan je in een crapwalk doen? Dan hier. Dat heeft een verrassend ruim een draaicirkel. Wacht. Dat is echt waar. Ruim als in niet kort. Niet kort? Ja, omdat dat niet op zo'n platform staat. Voilà. Platform doet alles. Hè. Nee, dat is waar. We gaan de video eens terug in memoriam. Ja, we maar het is dat op het Autofans kanaal, maar heel vindbaar. Ver van onder. Het is vindbaar. Ja. Voilà. En ik vond dat heel tof. En daar had ik ook het gevoel van, als ik ooit voor Autofans zou werken, want onder de noemer Vroom was dat heel moeilijk om die synergie te vinden, omdat dat zat heel strak binnen het keurslijf van Mediahuis. Mm-hmm. En zelfs daar mocht er binnen Mediahuis ook niet altijd wat ik ermee wou doen. Ja. Maar ik dacht van, nee, daar zit wel potentieel in als wij samen dingen kunnen doen. En dat maakt wel dat ik met een overstap in 2019, dat ik dat ook nog altijd... Ik ben daar heel dankbaar voor dat dat kon en dat jullie daar toen de ruimte voor hadden. Om mij onder jullie vleugels te nemen en voor de creatieve vrijheid. Want je zegt ook wel, de roadtrip is een beetje mijn kindje, maar het oorspronkelijke idee kwam van u. En ik heb uiteindelijk daar wel mijn ding inhoudelijk wat mee kunnen doen. In de zin van de mensen die ik daarvoor gevraagd heb om in de podcast te zitten en zo. Maar ja, ik beschouw dat ook nog altijd een beetje in de grond als een gezamenlijk projectje. Zo. Ja, maar dat zeert u, want uiteindelijk... Ik percipieer dat niet zo, omdat ook ik heb eens een keer het moeten overnemen voor de VAB. Juist, ja. Roadtrip podcast. Dat was afschuwelijk. Als in, ik heb toen beseft dat het de gastheer zijn van de podcast, dat is niet mijn dada. Ik ben eerder die mens dat liever op de afstand een beetje zat te roepen. Zo, het van, ongeleide projectiel. Ja. Wel, wat dat gek is, want je denkt, je kunt dat gewoon overbrengen als gastheer ook. Maar ik heb dat ook gemerkt. Ik heb gemerkt dat... En dat vond ik de moeilijkheid wel met Roadtrip, in het oude format dan, want daar ga ik ze biedt nog even over uitweiden. Als je die alleen presenteert, dus als jij er niet bij wart, is het moeilijk om niet in een klassiek interview te vervallen. En dat heb ik lang moeilijk gevonden en dat hangt ook heel sterk af van de gast. En ik snap ook dat dat voor de gasten niet evident is, om het niet als een klassiek interview op te vatten. Mm-hmm. Maar het idee was altijd, het moet gewoon een heel informeel gesprek zijn. En als jij het plezant vindt en als wij het plezant vinden, des te beter, want dan loopt het vanzelf los. Ja. Maar om de gasten genoeg op hun gemak te stellen, dat zij het ook niet meer als een interview zagen. Nee. En met twee is dat gemakkelijk, want ik stel een openings- of ik doe mijn intro en jij neemt het over. En dan zijn we klaar. Nee. We moeten toegeven dat de vrachtwagen heel laat is beginnen. Ik weet dat het een road crash is, of ging dat noemen? Maar, roadkill. Roadkill, maar niet letterlijk doen. Nee. Ik zie dat trouwens ook nog altijd als het hoogtepunt van mijn carrière, dat VAB-interview. Ik denk dat ik op een gegeven moment de vraag gesteld heb... Zitten jullie hier ook? Welke kleur van auto's hebben jullie al gehad? Ik weet niet wat er toen gebeurd was, maar ik dacht echt... Oh mijn god, dit gaat niet. En ik vind het ook nog altijd jammer, want ik beschouw hem nog altijd een beetje als onze nieuwe beste vriend, die ons nog altijd niet heeft uitgenodigd voor zijn verjaardagsfeestje. Maar met Jeroen was dat ook een beetje. Dat was heel leuk. Ja. Maar dat was moeilijk. Omdat de Sam zat daar toen bij. Shout-out Sam de naar Jong, de Sam. Ja. De grootste rol die van Antwerpen, ja. Een beetje onder het mom van co-host, maar tegelijk vond
ticket moeilijk om hem genoeg te betrekken als co-host en niet als tweede interviewee. Ja, ja, en dan ja. zat ik daar alleen tegenover twee mensen. En ik denk, als we dat samen met u hadden gedaan, had dat ook een heel andere podcast geweest. Ik weet niet dat Jerome en ik overeen zouden komen. Eigenlijk. Ja, maar toch, misschien dat hem het genoeg geïrriteerd zou hebben. Dan misschien dat je wel kunt irriteren. Dat hem dat wel zo... Hij heeft recent... Maar hij vond het heel tof sowieso, dat heeft hem achteraf ook wel gezegd. Hij vond het heel plezant. En als we hem nog eens wouden uitnodigen, dat we het moesten laten weten. Dus, Wel, hij heeft recent een beetje slechte woorden tegen mij gezegd over de Citroën Cactus. En... Ik heb het gelezen. Ja, ik weet niet dat er nog een vriendschap kan ontspruiten. Hij heeft zich ook heel laatdunkend uitgelaten over Subaru's. Maar ik heb dat kunnen plaatsen, ik heb dat een plek gegeven. Ik word eigenlijk... af en toe nog maar huilend wakker. Maar, ik vind Jerome, met respect, een hele arrogante zak eigenlijk. Maar goed, kijk. Nee, het is echt een kei lieve mens. Ja, dat is te, allee, daar moeten we... Ja, dat is waar. Als er nu één man is dat u mag vervangen, misschien moet Jerome bij ons wat auto's komen. Voilà, of wat podcasts komen doen. Nou ja, eigenlijk wel. Of de Sam, vragen. Misschien moet de Sam dat doen, want die is dan opgeslorpt door Play Sportscast of zoiets. Ja. Om daar Formule 1 te gaan doen. Dat ik dacht, godverdomme, Sam, je waart van ons. Ja, maar de Sam, de jongen, kan met auto's rijden. En dat is waar. Is bijna niet. Nee, dus we moeten niemand aannemen dat wel kan. Dat is nogal gevaarlijk. Maar ik terug naar de Polestar. Naar de Polestar. Even pauze internet zo. Ja. Dus dit is de dual motor. Wat is momenteel het gemiddeld verbruik? Op display staat 20,6. Maar dat komt ook omdat ik de laatste tijd niet meer veel snelweg heb gedaan. Want dat is het pijnpunt een beetje van de facelift. Ja. Want hij heeft die nieuwe elektromotoren die voortaan vooral op de achteraan zitten. Maar ja, deze is een dual motor, dus die heeft er zowel vooraan als achteraan. Mm-hmm. Het is allemaal efficiënter gemaakt. De batterij is nog wel even groot, maar heel dat beheer is aangepast. Dus hij moet zuiniger zijn. Maar eerlijk gezegd vind ik hem niet zoveel zuiniger. Want we zitten nog altijd in een Indian Summer die september 2023 heet. Ja. Dus het is nog altijd 20 graden, soms 24 graden. Dus dat is eigenlijk een optimale temperatuur voor een batterij. Ik vind hem nog altijd veel verbruiken. Ja, het is natuurlijk wel de dual motor. Ik heb het gevoel dat de nieuwe single motor, hebt hem binnenkort, de long range single motor, single als motor daar long range. Als een significant verschil voilà, dan wordt het dat, wel dat gaat inderdaad de lakmoesproef zijn, zoals dat want, dan heet. Nu, niet zozeer voor de dual motor, maar die single long range rear wheel motor, ik weet niet wat het noemt. Het is wel heel goedkoop ook geworden. Ja. Allee, nee, goed, ik wil het niet op die manier zeggen, want dat is niet minder duur geworden. Ja. Goedkoop is er niks meer in de automobiel. Ja. Nu met de nieuwe 5000 euro subsidie voor elektrische auto's vind ik het wel interessant. Zo, ik wil het nu niet in de shout-out doen, maar een MG4 voor 27.000 euro. Schone Volvo 850 trouwens. Dat vind zijn. Ik toch... Ja, ga over Volvo, zeg. Trouw ermee. Maar we wijken af, want ik wou eigenlijk nog zeggen wat ik met de podcast een beetje jammer vond. Maar, druk maar wat je wilt zeggen, jongens. Goed. Want het ging over mij, Yves. Ja, het gaat niet over de Polestar, het gaat over mij. Even naar buiten kijken, doe maar. Maar dus, wat ik met Roadtrip heb gedaan, ik vond het heel tof om mensen die in de sector werken, die dat weinig mensen kennen, daarvoor te vragen, omdat dat waanzinnig interessant is. Belgen, en dat tikkelt mijn journalistieke... hypothalamus, of hoe heet dat ding? Uw genotsbrein. Maar dat intrigeert mij, want er zijn heel veel landgenoten die in de sector werken en die heel veel grootse dingen doen waar de grote menigte geen weet van heeft. Okay. Zoals Koen Sonck. Shout-out. Maar alle Forts ook die in Lommel worden ontwikkeld en zo, met heel veel Belgische ingenieurs en heel veel Belgische testrijders. Dat vond ik heel tof om te doen. En ik had nog veel contacten gelegd die er door andere werkprioriteiten niet meer van zijn gekomen. En ik vind dat nog altijd een beetje jammer. En daardoor is Roadtrip ook, dat ligt dan vooral aan mijn work-life balance, is dat ook niet meer op het niveau geraakt dat het voordien aan het bereiken was. Want ik vond dat dat heel veel potentieel had. Ja. En dat is een beetje ingekakt, gelijk dat ze dan zeggen. Dat is nieuw dat ze het zeggen, dat is bij jullie zeggen, denk ik. Maar ik respecteer de uitspraak. Ja. Dat is een beetje stilgevallen. Het format van onze redactiepodcast is dan wel aangepast en dat vond ik ook wel tof. Maar de dingen met de gasten is wat stilgevallen. En ik had ook nog contacten gelegd voor mensen die niet in de automobiel werken, maar die wel gekend waren, die met auto's bezig waren of een grote auto interesse hadden. Hakim Shattar was een contact mee. Dat is de DJ/VJ/acteur ook, denk ik. Mm-hmm. En die heeft blijkbaar in een bandencentrale gewerkt.
Zalig. Dat vond ik kei cool, dus ja, ik dacht, tuurlijk. Die moet ik hebben. Qua en verhalen. Die zag je dat ook zitten, maar dat is langs mijn kant doodgebloed, sorry Hakim. Ja. Andries Bekkers, a.k.a. de ongekroonde podcastkoning van België. Ja. Omdat ik ken je via door de muziek. Mm-hmm. Ik heb daar heel veel gemeenschappelijke vrienden mee. Ik ken hem niet persoonlijk, of toch niet heel goed persoonlijk. Met andere woorden, ik weet wie hij is, hij weet niet wie dat ik ben. Ja. die had ook interesse om het gewoon over de roadtrip in het algemeen te vertellen, want die heeft heel veel getoerd. Ik heb een paar kleine toertjes gedaan in de muziek. Mm. Dat is ook tof om over te praten. Dat soort dingen, die contacten waren er allemaal, maar er is niks mee gebeurd langs mijn kant. Ik vind, ja. ik vind dat nog altijd jammer. Dat is onbenut potentieel. Het vuur was een beetje uitgedoofd, hè Wim? Ja, daar komt het een beetje op neer inderdaad. Het was zo, als ik mijn gewone taken al afgerond kreeg, was ik al heel blij. Ja, op dat punt was ik aanbeland en ik vond dat zelf heel jammer. Ik vond dat tegenover jullie ook jammer dat dat het geval was. We merkten dat je op een soort van waakvlam Ik heb het ook zo benoemd, het stond op een waakvlam. En ik denk het enige dat ik mezelf of het team kan verwijten, als het al zo'n groot woord is, dat we daar misschien op een andere manier hadden op moeten reageren, mee om moeten gaan. Allee, ik bedoel, ik hoop niet dat we er slecht mee zijn, maar gewoon zo achteraf denken van, hadden we dat vlammetje niet op een manier terug kunnen aanwakkeren. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, misschien hebben we wel die pogingen gedaan. En het is ook, Autofans is een heel, hoewel dat de sfeer tof is, ik ben nu heel algemene termen. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen, hoewel dat het allemaal fun en tof en zo ja. dingen en creatief is, verwachten. Of wordt er wel heel veel van ons verwacht op ons eigen eilandje? Ik denk dat het vooral dat is. En dat je daarom niet echt over verwijten kunt spreken. Ja. Maar het is dat. Iedereen had zijn eigen taken. En het is en blijft. Hoe heet mensen dat? Mensen weten dat. Onafhankelijkheid. Hoe noemt dat? Dat je eigen taken afrondt. Zelfstandig. Iedereen werkt bij ons super zelfstandig. Ja. Omdat wij mensen ook. En ik praat altijd over dat ik precies een bedrijf zijn, maar dat is alhoewel tegenwoordig ze noemen met een Bart de Wever van een Autofans. Ja, wij verwachten niet de zelfstandigheid. De zelfstandigheid is er omdat we dat vertrouwen ook in die mensen leggen. Van kijk, dit is uw project. Ja. Of niet alleen dat. Wij willen uw creatieve input om betere content te maken. En bijkomstig, Autofans is en blijft een KMO. Hè? Allee, ja. Ik denk dat mensen dat niet vaak weten, maar wij zijn zelfbedruipend, zoals dat in een hele vreemde economische term heet. Maar ja... het is niet evident voor een medium om het hoofd boven water te houden. Laat staan voor een automedium. Mm-hmm. Laat staan voor een automedium dat nog geen 10 jaar effectief geprofessionaliseerd is. Mm-hmm. Dus het is ook... Allee, er komt heel veel bij kijken. En er wordt ook heel veel van ons gevraagd om... Ja, ik denk om, dat in om het uit te bouwen ook, om het toekomstpotentieel te geven. Om dat in een coole term te gieten, niet dat ik daar fan van ben... Uiteindelijk zijn we nog altijd een start-up. Voilà, daar wou ik naartoe inderdaad. Ja. We zijn een start-up en dat gaat af en toe gepaard met... Ja, groeipijn klinkt zo negatief. Nee, maar dat is het ten volle. Maar mensen weten dat niet vaak, omdat je vaak ook te horen krijgt van waarom doe je daar niks mee, waarom doe je dat niet? Ja. Ik vind dat jullie dit of dat, en wij horen dat heel vaak, maar dat was een bijzonder inhaalmanoeuvre. Ja. Wij horen dat heel vaak, maar ja, soms is er gewoon... de ruimte of de kans niet, of de financiële ruimte niet, of de tijd niet, om dat te doen. Want tijd is ook geld, hè. Ja. Maar ik vind wel, omdat ik nu precies heel negatief aan het doen ben, maar ik vind wel dat het wel heel straf is voor een automedium dat zo klein is, dat wij sinds 2019 een coronacrisis achter de rug hebben, maar er wel in geslaagd zijn om die te doorstaan en te groeien. Uit te breiden en te groeien. Ja. En iemand extra aan te nemen, een nieuwe shout-out naar de Joran. Oh. Dat is straf en daar kus ik mijn twee polletjes voor, dat ik daarvoor heb kunnen werken. Voor een bedrijf dat wel weet waar het mee bezig is. Ja, dat is misschien een groot... Nee, maar ik vind dat wel. Dat zijn grote woorden, mooie woorden, dat ik weet waar we mee bezig zijn. Maar ik geloof altijd vanuit het... En het waarom. Mm-hmm. Dat is belangrijk. De baseline, waarom doen we wat we doen. Ja. En ik kus ook nog altijd mijn bollen dat ik... iets meer dan 10 jaar geleden eigenlijk de sleutel in handen heb gekregen van Autofans, van op een redactioneel niveau. Ja. Dat ze zeggen van, die Pipo, en hij wil journalistiek gestudeerd, doe het. Ik was niet de enige redacteur, maar ik was wel de enige in loondienst fulltime toen. En ik heb voor een heel groot deel de koers mogen bepalen.
En ik vind dat nog altijd geweldig, omdat ik tot op de dag van vandaag nog altijd overtuigd ben dat de waarom juist zit. Waarom de autofans doet wat het doet. Ja. Het gewoon, het moet allemaal niet zo serieus zijn. Het is het creatieve. En zo bekakt en beladen. Ja. En het gaat niet altijd even goed. Sommige dingen lopen fout, wat dan ook. Maar het waarom zit nog altijd goed. Het hart van autofans is er nog. Wij zijn niet gewoon het saaie, zakelijke. En dat maakt het ook interessant, want we hebben heel lang leasing en serieuzere EV-dingen geschuwd. Maar dat is dan, op welke manier kan dat in een autofans verhaal? Ja. Want wij willen niet saaie TCO-stuff. Maar wij zijn niet tegen TCO-stuff. Nee, voilà. Maar hoe brengen we dat toch? Of EV, idem. Hè? Van, ik vind dat mega interessant. Jawel, ik ook. Maar ik wil niet die persoon zijn, en dat is met alle respect, naar een autogids. Dat is ook de reden dat de autofans geworden is wat het geworden is. Mm-hmm. Er was al een autogids. Ja. Dus waarom zouden we een tweede autogids willen maken? Ja. En niks slechts over autogids. Maar waarom zouden we dat nog eens willen creëren online? Dat heeft toch geen nut. Dus de waarom, en ik vind het altijd tof dat wij ons hebben kunnen omringen binnen het bedrijf. Hey, alle mensen die na mij zijn aangenomen, daar voelde ik van dat die waarom ook strookte met hun gedachtegoed. Creatieve mensen die er ook zin in hadden, die niet de facto de droogstoppels waren. Dus dat vind ik geweldig. En dat is ook een van de redenen waarom dat jij bij ons hebt komen werken. Dat ik het ook echt voor geijverd heb van, die hebben wij nodig. Ah, wel, mensen zouden het misschien niet zeggen in mijn video's, maar ik ben eigenlijk heel funny. Het feit dat je alleen lacht met die mop, zegt genoeg. Het is grappig. Oh, het gemakkelijk slachtoffer. Ik ben eigenlijk ontslagen omdat ik niet grappig genoeg ben. Oh, dat was het ongeveer, Nee, maar dat is ook het ding. Ik heb altijd een eer en een voorrecht gevonden om samen met u te mogen bouwen aan iets. Ja. Omdat ik vind dat jij zoveel beter schrijft, zoveel beter metaal zijn dan mij, want ik heb al die dingen niet. Dus ik heb altijd een eer gevonden en een aanvulling om dat met u te mogen doen. Ja, om absoluut te dienen naast u in de loopgraven van autofans, heb ik het altijd een eer gevonden. Go on. Ja, nee, dat is doodserieus. En dat is ook hoe dat ik het ga meenemen achteraf van te Duke. We zijn, en een Suzuki S-Cross, maar goed, allez, zo dat Jimny ding. Ja. We zijn iemand kwijt met heel veel talent. Maar hij gaat niet naar de concurrentie, dus dat vind ik minder erg. Hij gaat gewoon iets compleet anders doen in zijn leven. Ja. Maar dat is met dat warm gevoel dat we de schrijn voor u toch wel gaan inrichten bij autofans. Welke vorm dat aanneemt, dat weet ik niet. Ik denk gewoon Zweeds knakbrood dat stelselmatig gaat beginnen rotten. Zo. Een geurkaars van een IKEA of zo. Ja, misschien wel het IKEA-hoekje van Wim. Dus, zo'n kaneelrolletje dat dan om de duur beschimmelt. Ik denk dat we geen mooier moment dan dit gaan vinden om roadtrip voor de laatste keer te beëindigen, Wim. Je wilt al eindigen? Ik wou eigenlijk nog even doorgaan. Sorry, Wim. Nee. De tijd tikt. Ik moet sollicitaties gaan doen en nieuwe mensen gaan zoeken. Ik denk dat het toch niet mooier dan op... Ik wou eigenlijk zeggen van... Stel dat er mensen na al deze horrorverhalen zoiets hebben van... Kijk, ik wil het ook gaan doen. Vriend, ik weet dat je ertussen wilt. Dat zou ik niet doen. Nee, jawel, dat vind ik nou een beetje zo. Ja, nu wel. Go, kom go, aan. Go. Het is een BMW-rijder. Voilà. Ja. Die gaat er niet missen, hè? Hoppakee. Ja, dat is zeker daar. Het is... We zijn in de campen, hè? Dat is toch straf, zeg, de Peugeot Partner en een BMW. Dat is toch ongeveer samengevat iedereen dat verkeersovertredingen begaat. Sorry, vertel. Stel dat mensen nu toch zoiets hebben. Ik wil dat eigenlijk toch ook wel gaan doen: zwembroeken gaan kopen in Mallorca. Wat heeft een goede autojournalist volgens u nodig? Of iemand die zegt van, ik wil bij autofans gaan werken, wat heeft hij nodig? Wow. Want dat geeft het idee dat ik beslissingsrecht heb. Je hebt wel iets in de pap te brokken. Ik vind de waarom belangrijk. Mm-hmm. Ik bedoel, ik vind nog altijd niet dat wij autojournalisten zijn. Ook al doen we dat misschien wel. Voor mij gaat de zoektocht voor een groot deel naar creatieve zielen. Ja. Zo simpel is het. Mensen die met een ei zitten en dat kwijt willen in eender welke vorm of hoedanigheid, en dat misschien ook iets met auto's te maken heeft. Ja. Dat is voor mij de doorslaggevende... doorslaggevende wat? Hoe noemen ze dat? Factor. Maar je ziet, veel beter met woorden, Wim. Ik ga hem missen, hè. Waarom iemand bij autofans zou werken of niet. Want ik vind, een diehard autojournalist heeft daarom geen streepje voor bij mij. Een diehard autojournalist met een bepaald vlammetje, dat zegt ik wil iets doen. Ja, en humor, hè. Ja. Ik hou niet van serieuze mensen. Ik heb mezelf ook nooit serieus genomen. Maar ik vind dat u daarom niet minder
moet ik het zeggen, minder vertrouwelijk moet maken? Of ook dat mensen uw mening minder moeten vinden omdat je niet serieus bent, zo, snap je? Ja. Dat, en dat vind ik dat tof dat we dat met autofans wel gecreëerd hebben. Dat mensen ook auto's kopen die wij hebben aangeraden en niet enkel de autogids. Want een autogids doet dat wel serieus, maar je hebt zoveel beenruimte vannacht. Je mag echt tot op de millimeter niet. Ja, ja, ja. Ik weet dat ik veel autogids heb bij, maar voor mij is dat ook omdat dat een toonaangevend magazine, het is een instituut, hè? Geweest. Ja, ja, ja. Ja. En ik voel dat wij de grootste antichristus zijn tegenover autogids. Maar wat heel funny manieren. Is, aangezien dat wij allebei daar als stagiair / vakantiewerker hebben gezeten. En dat ik ook al die mensen daar graag zie. Ah, wel. Dus dat is een kleine wereld, hè. Het is dat. Dat is voor mij iemand dat ik zoek. Dat vind ik belangrijk. Door waarom? Ja. Het vlammeke. Wel, ik sluit mij daar deels bij aan. Aha. Ik vind dat een goede redacteur, zal ik het dan zo maar noemen, toch ook nog altijd goede redactieskills moet hebben. Als in, alles wat ze u zeggen, neem het niet automatisch aan. Nee, voilà. Dat is ook waar. Blijft u afvragen van waarom zeggen ze dat. Ja. Ik wil niet die oude autojournalist zijn, want dat ben ik ook helemaal niet. Maar ik vind dat, als je op sociale media kijkt, soms een beetje vreemd. Allee, ik snap waarom automerken het doen, zeker en vast, want die moeten hun waar aan de man brengen. Mm-hmm. Maar als ik bepaalde mensen volg en zie van, ah ja, die zijn met die auto aan het rijden, oké, okay, tof. En ik hoor die erover bezig, dat ik denk van, ja, maar mannen, dat klopt toch niet. Je praat het merk naar de mond en dan wordt het zo een dunne lijn tussen zitten een redacteur of zitten kritisch of zitten, en ik wil het echt niet zeggen, Yves, ik wil het zeker niet zeggen in mijn laatste podcast, maar zitten een influencer. Het is gevallen. Het is eruit. En ik heb het daar, alleen moeilijk mee is veel gezegd, want ieder zijn ding, maar ik vind dat mensen dat wel moeten weten van. Als je die mens volgt, is dat omdat het merk wil dat je die mens volgt en dat ze dingen doen daarmee en dat ze daar in een positief daglicht zetten. Ja, 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 ik merk ook die dualiteit. Het is een moeilijke lijn, zeker en vast. Ik merk ook de dualiteit bij onszelf. Ook wat dat de manier door sociale media, hoe dat consumenten die onze media consumeren, verwachten hoe dat wij iets doen. Ja. Om een idee te geven. Als er een persbericht is van een nieuwe auto, ja, dan schrijven we daar een artikel over, omdat dat consumer advice is. Ja. En daar wordt gegooid met cijfers, vaak bij luxusauto's dan, of whatever, verbruikscijfers, ook voor diesels en benzines. Waarvan dat ik ook in mijn kleine teen voel van, ja, dat weet ik niet. Maar, journalistiek, deontologisch, kan ik niet maken om dat te zeggen in dat artikel. Nee. Want dat is de info die ik heb. Ik heb er zelf niet mee gereden. Nee. Want ik heb al genoeg het omgekeerde ook gehad, dat een auto verdikkende zuinig is. Ja, dus ja. Je kunt niet gewoon zeggen van, maar dat halen ze wel niet. En of dat het vaak ook gewoon volgens dezelfde methodes wordt gemeten. Ah ja, hè, dus wij kunnen gewoon, maar dan merk ik noem wel. Noem de kat en kat de WLTP-dingen, ja, dat kan heel optimistisch klinken, maar alle auto's worden op dezelfde manier gemeten. Dus dan. Maar dan merk ik wel dat mensen zoiets hebben van, ja, maar ja, wordt er weer niet kritisch omgegaan. Maar denk je, maar dit is gewoon informatie die we hebben, die wij mededelen. Voilà. Van, hey, er is een nieuwe auto, apropos dat en dat. En dat is het dichtste, dat vind ik, dat we komen bij het verlengstuk zijn van de marketingafdeling van een merk. Want eigenlijk doet een geste voor een automerk. Want je geeft in principe rugbaarheid, wel, hè. Ja. Maar dat is human interest genoeg dat het belangrijk is. Dat en dat is ook wat dat mensen willen weten, hè. Van, er is een nieuw model, ja, dus ik wil want weten ik vind hetzelfde dat je in de gazette niet zou schrijven bij het regionaal, wat is het lokaal nieuws, van nieuwe bowlingbaan met 12 banen geopend met 86 lichtsensoren of zo, weet ik het. Die energiezuiniger is dan de bowlingbaan verder. Dan moet je dat ook niet schrijven, want weet je dat energiezuiniger is? Ja, ja, zijn die 12 banen wel altijd open? Want ja, voor hetzelfde geld is er altijd een defect. Maar dat zijn de dingen die je als automens wel tegenkomt. Te zeggen, maar ja, zonder auto, dat zou wel altijd plat een band hebben. Dat kan ik toch niet over oordelen. Nee. Daarom doen we de testen. En de testen doen we wel objectief / subjectief. Want het blijft een beetje subjectief wat we doen natuurlijk. Maar goed. Ja. Want ik vind dit heel hard. Iemand dat uit een Porsche stapt, een GT3 zal zeggen, oh, deze is een comfortabele auto. Ah, wel. Het is ook een mooi voorbeeld. Ik was gisteren op pad met een Zeekr X. Mm-hmm. Ik vond die van binnen heel mooi afgewerkt. Ja. En ik rijd zelf thuis met oud ijzer en een MG4. Mm-hmm. En de persoon die naast mij zat, shout-out naar de modder Pieping Werder Budding. Sorry, wat? Ja, wat? Ik heb Budding. De enige echte? Ik wil het niet zijn zeggen, de, maar zijn de Buddings met een Budding? Ik ben Buddy met de Budding geworden.
die zei van, ja, ik vind het zo wat plastiekerig, maar die rijdt zelf met een NIO van 120.000 euro. Dus gewoon al puur dat je zelf leeft. Ja. Maar dus even shout-out naar het feit dat ik eigenlijk... Nou, dan doen ze dat toch Nee, dat is niet een budding. Ik ben eigenlijk best buds met een budding. Dat is, dat mag je weten zijn. Je moet je voor de podcast vragen, Yves. Ik geef het uit handen. Er is geen podcast. Nou, het gaat iets helemaal anders worden. Wim met vuur en explosies en rockmuziek. Dus zijn we daar gekomen. Ja, influencers, dunne lijn. Dat is bij mij ook het eeuwige ding met heel die sociale media die wij zelf hebben. Wij zijn heel groot op de Instagrammers en die dingen. Omdat ik ook merk dat sommige media die dan iets doen op Instagram, doen zo... News alert, de nieuwe Volkswagen. Ik zeg maar, Tiguan is hier. En dan zo, happy joy. En ik van, maar wacht, ben ik nu een Volkswagen-advertentie? Of... En ik heb dat dan nog proberen te verpakken en we doen enkel reviews die we online zetten. Maar dat heeft tijd. En dat is dan weer een realiteit dat we mensen moeten aannemen om dat... te doen, want je kunt niet alles doen in het leven. Nee, dat is waar. Dat maak ik van mijn hart een steen. Voilà. Dus jij wilt echt stoppen in je podcast niet op hoe mooi dat jij voor ons gewerkt hebt, maar wel op influencers. Geef het nog een positieve twist, Yves. Kom aan. Laat uw creativiteit te vrij. U was een van, een, mooie slotvraag. Een van de betere influencers die ik ooit al gezien heb. Koop de Polestar 2 met performance pack. Ja. Top auto. Ja. Nee, oh nee, nu klink ik echt heel sarcastisch. Nee, de Polestar 2, hele mooie auto, zeker en vast. Kwalitatief, ik vind dat wel een mooi afgewerkte auto. Ah, je zit echt nog even een review aan tonen. Voilà, ik wil dat er nog grap even bij gooien. Alsof je een tractor, he, geen roadkill. Hè. Ik vind dat een mooi afgewerkte auto. Dat klinkt zo maar... onder gunshot. Zo van, ja, ik vind hem tof. Het is echt een leuke auto. Heb ik nog budget? Is maar het performance pack is nergens voor nodig. En waarschijnlijk wordt de long range single motor de beste Polestar 2 die je kunt kopen. Okay. Voilà. Ik heb nog een uitsmijtervraag. En dan moet je helemaal afronden van mij. Ja, die wouden nog, hè? Ja, graag. Wim. Een defenestratie of een tweestrijd of iets helemaal anders? Dit is helemaal anders, een beetje. Alright, ja. Wim, go. Paniek ten huize barefoots. Ja. Jij moet een bedrijfswagen inleveren. Klopt. Wat gaat er komen in de plaats? Dat is echt een waanzinnig goede vraag. Ja, maar je hebt nog 3 minuten. Alright. Wel, ik zou heel graag gewoon een gezinsbreak willen. Oké. Okay. Ik ben een hele grote fan van de Skoda Superb, maar valt waanzinnig buiten het budget. Tweedehands ook niet de goedkoopste. Skoda Octavia heb ik ook al gekeken. Octavia RS heb ik ook nog gekeken. Want ja, kijk, waarom niet? Elektrisch hoort voor mij niet tot de opties, want ik kan niet thuis opladen en op het nieuwe werk ook niet. Dus ik wil niet afhangen van publieke laadpalen, want heel duur. Dus elektrisch is geen optie, helaas. Ja, het is een moeilijke, want het is ook zo, wij zijn... aan het overwegen om tussen dit en een jaar of twee onze huidige woonstee te verkopen en een huis te gaan kopen. Maar zoals iedereen die het afgelopen jaar een huis heeft gekocht of de afgelopen jaren wel weet of die een krant leest, het is heel duur. Ja, dat is wat goed voor mij is als ik mijn huis verkoop. Maar, voilà. Okay, ja. Maar ja, dat maakt wel dat, dat we misschien ook een beetje moeten kunnen sparen. Dus dat we niet zomaar een auto op afbetaling gaan kopen. Dus een Mazda 2 Demio van 20 jaar oud is eigenlijk ideaal voor u. Dat is te klein, Yves. Anders direct. Hoezo nee, is het, is, het is gewoon een moeilijke. Momenteel, Wat staat er op de shortlist? Ik durf het echt niet luid op zeggen. Maar waarom niet? Een Suzuki Swayze. Oké. Okay. En weet je waarom? Nee. Om een heel simpele reden... Dat is ook iets wat ik mensen aanraad als ze vragen van, wat kun je mij aanraden? Ik ben op zoek naar een goede auto, een nieuwe auto. Heb je een goede garage in de buurt? Ja. Want de garage waar dat ik met een bedrijfswagen ook ging, de Swift, waar dat ik met mijn Swift Sport vroeger ook ging, de reden waarom dat ik altijd met Suzuki's bleef rijden, is omdat dat gewoon een keigoede garage is. Ja. Mocht je shout-out doen aan de garage? Garage Belauto in Mortsel. Hoppa, deze aflevering werd gesponsord door Garage Belauto in Mortsel. Klein wist je dat je is ooit een Lada-dealer geweest in de jaren 80 en tot midden jaren 90. Is stil aan rond. Voilà, ja, dus vandaar dat wij daar terecht zijn gekomen. Dus maar nee, dat soort garages heb je heel hard nodig als particuliere koper. En ik zou dan gewoon bij de garage kunnen blijven. Ik zou met een zuinige auto kunnen rijden, want ik heb 4,4 liter verbruikt. Ja. Dat is echt 3 keer niks. Dat is 3 keer niks. Dat is een ruime brek. Dat is comfortabel. Mee, dat is redelijk comfortabel. Voilà, en je zit met de Toyota-betrouwbaarheid. Ja. Het enige minpunt, je zit niet met de 10 jaar Toyota-garantie. Maar je zit wel met 5 jaar, wat op zich ook niet onaardig is. Dat is waar. Maar dus, dat staat hoog op de shortlist. Ja, een Superb tweedehands staat ook hoog op de shortlist, maar zal waarschijnlijk kantje boord worden qua budget. En een Subaru Tribeca.
een Outback. Nee, een Tribeca. Ik zeg dat net staan met je lelijke neus. Een Outback, ja, maar dan zit het met verbruik van ja, boxers. Van vier en de belastingen zwezen, van, natuurlijk. Ja, dus. Voilà, en de belastingen van... Maar ja, dat is zeker. Dat wow, het vlamt eruit. Dus het gaat een Swayze worden, ik hoor het al. De dat kans is, groot dat het een Swayze gaat worden. Voor een goeie presje, garage... Bellauto Immortal. Garage Bellauto Immortal. Ik heb het gehoord, een shout-out. Mocht hem een goeie voilà. presje. En dan heb je een Swayze verkocht. Ongelooflijk. Ja, en ik weet dat dat is niet spannend, hè, maar dat laat misschien op termijn ook wel ruimte om eindelijk eens een hobbyauto te kopen. Voilà. Want ik heb geen hobbyauto. Waarom is ik ben waarschijnlijk de enige autojournalist die geen plezierauto heeft in zijn bij autofans. Je hebt er vijf, hè. Bij autofans. Want er zijn heel veel journalisten die gewoon geen auto zelf hebben. Ja, dat ook is al, ja, allemaal afschuwelijk. Voilà. Dus die weten niet ja, technisch gezien had ik geen auto zelf, want die was van autofans. De Swift. Ah, ja. Jezus, ik snap al waarom dat je gestopt bent als autojournalist. Je bent geen autofan, eigenlijk. Dat is het. Nee, maar dus een Suzuki Swayze. Ja, het klinkt saai, hè, maar het is een heel rationele keuze. En op dit moment, op dit kruispunt in mijn Leuven... Leuven? Ja, ik ga naar mijn Leuven ook. Ja, ja, ja. Is tijd voor rationele keuzes. Allee dan. En dan, dan kiest een mens voor een hybride gezinsbrek. Stationwagen, wie had dat verwacht? Dat is mooi. Allee. Dus bij deze, een kleine domper op de feestvreugde. Ik kies voor een saaie auto. Maar zo doen. Mooi, Wim. Ja, sluit nu maar af, want ik denk dat iedereen al naar huis is. Dus dat was roadkill, oftewel roadtrip voor dit project in feite. Dit was de allerlaatste roadtrip. Met toch een klein beetje tegenzin en spijt in het hart neem ik daarbij afscheid van jullie. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Ik krijg bijna een traan in mijn ogen. Nee, dat is niet waar. Ik ben lichtjes verkouden, dus Yves, als je volgende week verkouden bent, sorry. Ja, hij laat toch nog een cadeautje. Voilà. Mijn bacteriën zijn voor jullie. Ja. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Iedereen die gekeken en geluisterd heeft, die feedback bezorgd heeft, die het een tof project vond. Te gast. Iedereen die te gast is geweest, zeker en vast. Want in het begin was het heel hard zoeken. Iedereen die te gast had willen zijn, maar die ik dus niet meer te gast heb gekregen. Sorry. De catering. Welgemeende sorry. De catering? Bij catering? Ik nooit catering. De locaties. De locaties. We hebben op de Zoete Grand Prix gezeten. Yes. We hebben in de Polestar Space vaak gezeten. Classic car garages. Classic car we garages. Alles. Voilà. We hebben wel op wat toffe locaties gezeten, zeker en vast. Dikke shout-out naar Techniek God Sven, zeker en vast. Yes. Het was ook een beetje zijn projectje op de duur. Hij vond dat ook heel tof om te doen. Hij heeft dat heel goed gedaan. Veel beterschap aan Techniek God Sven. Er komt nog een opvolger van de show, hè. Dus ja, ja, Sven, wel, voilà. Maar paniek, onze onderlinge verstandhouding. Dus voilà, ja, dat was het wat mij betreft. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En jullie zien Yves ongetwijfeld terug. Ja, ik wou zeggen, ik zie jullie terug. Maar dat is niet waar. Maar ik laat de deur toch nog een klein beetje op een kier. Kleine plot twist. Als de hoofdshop het op termijn toelaat, wil ik er heel graag een bijberoep als freelancer bij nemen. En wie weet, kruisen mijn wegen. En die van autofans, want dan kunnen jullie mij inhuren als freelancer. Ja, dat gaan we niet doen, maar goed. Wim, het was een eer om met jou te mogen werken. Ik wil jou de hand schudden op camera. Even mooie foto's kijken. Ik ga nog wel voor mij kijken, want agent Ian kijkt ook mee. Dankjewel, Wim, voor deze dikke mooie shout-out naar agent Ian. En ik zou zeggen, ik ga je missen, maar ik hoop gek genoeg dat door het verdwijnen uit de loopgraaf van autofans, dat ik je misschien meer ga kunnen zien. Wel, het zou tof zijn om gewoon nog eens op café te gaan, hè? Toch, hè? Ja, zeker en vast. Ah, wel. Goed. Want... Ja, toch zo. Het ja. Afronden, na ik praten afronden. We nog onze persoonlijke voilà, dat was het. Ik ben zo richting het uur aan het gaan. Dag en bedankt, iedereen. Dag en bedankt. Ciao. Tot ziens. Bye bye. Ciaokjes. Groetjes thuis. Hè. Dag. Hè. Merci. Hè. Ik kan het niet loslaten. Nee, hè. Ik wil het niet loslaten. Dag. Hè. En pesten, hè. Dag en bedankt. Zet dat af. Dag. Ik heb nog een camera, Yves. Dag. Hè. Bedankt.